Doesburg, donderdag 12 april 1945. De afgelopen nacht is er veel gereden en geschoten. Nu blijkt dat de helft van de Duitse bezetting vertrokken is, tezamen met hun kampcommandant, en dat de andere helft op vertrekken staat. Hun plaats wordt ingenomen door een groep Caucasiërs van het 803 Ostbataljon, die eind 1941 door de Duitsers gedwongen zijn dienst in de Weermacht te nemen. Sauerbraer is de nieuwe kampcommandant. Onder dwang in krijgsdienst. Hoeveel loyaliteit kan men van zulke soldaten verwachten? Al spoedig zal blijken dat de Duitsers wat dat betreft geen illusies behoeven te hebben. Het gerucht gaat dat alle Doesburgers geëvacueerd zullen worden, maar niemand kan het bevestigen en evenmin zijn er tekenen die erop wijzen. Het Rode Kruis is begonnen met het inrichten van een nieuwe gaarkeuken in het oude pand van Teupner aan de Kerkstraat. De komende dagen zal daar warme soep gemaakt van roggemeel verstrekt worden. Voor de mensen die hoofdzakelijk van brood moeten leven, een welkome en noodzakelijke aanvulling. Nadat er in de ochtend hevig geschoten is met mitrailleurs, komt er in de namiddag een dikke stinkende mist opzetten. Waarschijnlijk kunstmatig veroorzaakt, gezien de olieachtige reuk. Eerder op de ochtend was het bij Latem ook al het geval. Doesburg en omgeving zijn gehuld in een dicht rookgordijn en de verwachting is dat er nu eindelijk een doorbraak zal plaatsvinden. Na veel luchtactie begint omstreeks 8 uur in de avond in de richting Arnhem een hevig trommelvuur. Op zolders hoort men tanks aan de overkant rollen. Wie in de gelegenheid is naar een Engelse zender te luisteren, weet te melden dat de Engelsen vanuit Zutphen en Dieren naar Doesburg willen oprukken. Maar ondanks alle berichten en alle voortekenen die wijzen op een aanval van de geallieerden, eindigt ook deze dag ermee dat de Doesburgers opnieuw de nacht in hun kelders doorbrengen.